Gaan we beginnen? Ja. Kim wil liever een massage dan dat ik haar haar doe, dus einde video. Ik zou wel graag een make-up tutorial zien. Oké. Laat mij een comment achter. Ja, zal ik doen. Hallo, ik ben er weer. Kim is terug. I'm back. En hoe? Wat we vandaag gaan doen, is dit geweldige, korte Alexa Chung-inspired krullenkapsel maken. Helemaal een fliek. Ik weet dat jullie, net als ik, helemaal dol zijn op dit kapsel. Want er kwamen heel veel verzoekjes voor deze tutorial. Ik heb het hier al gedaan. En ik ga jullie nu in een paar simpele stappen laten zien hoe je dat doet. En hoe je dus ook je korte haar gewoon superleuk, funky en makkelijk kan stylen. En natuurlijk, als je niet dit korte kapsel hebt, kun je natuurlijk ook deze tips gewoon toepassen. Want ik doe mijn eigen haar ook zo. Zin in! Kim heeft natuurlijk van zichzelf al mega leuk haar. Heb je er iets voor moeten doen dat het zo eruit ziet nu? Nee. Maar ik heb het wel 2 dagen al niet gewassen of zo. Wat we gaan doen is natuurlijk eerst even het haar een beetje preppen en textuur geven. Nou heb jij van jezelf al best wel veel leuke, interessante bewegingen in je haar. Maar een sisaltje zorgt er toch voor dat die krul dadelijk een beetje levendiger wordt. En iets minder een perfecte krul. Wordt die iets beachier van. Ik heb hier een super oude krultang die ongeveer de dikte van een 2 euro muntstuk heeft. En wat ik ga doen, zit je naar mijn tutorial skills uitlachen? Oké, leuk. Wat ik ga doen is klukjes van ongeveer 1,5 centimeter dik pakken. En over het algemeen krul ik alles van het gezicht af. Doe ik bij mezelf ook altijd. Omdat het een mooie open uitstraling geeft. En een soort kader rondom je gezicht. Maar het is wel heel leuk om sommige klukjes de andere kant op te krullen. Zodat het een beetje messy wordt. Ik heb geen idee wat ze zegt. En ook niet wat er gebeurt. Ik zal dus zelf het meest aan deze tutorial hebben. Denk ik. Ik weiger gewoon te geloven dat je dit niet kan. Kan jij, vet? You got this. Dit is toch het Alexa Chung haar, jongens. Laten we even wel wezen. Hoe erg kan iemand op Alexa lijken? Ja, ik wil het. Ik durf niet Blijf te bewegen, omdat ik bang ben dat mijn oor geroosterd wordt. Dat zou ik ook zijn, bang zijn. Hé, en wie is een beetje jouw hair icon? Ja, Alexa Chung natuurlijk. Ja, dat is wel. Ik ga al jarenlang met Alexa Chung plaatjes naar de kapper. Ja, bijna treurig. Is het treurig? Bijna is denk ik toch de goede term. Heb jij ook een hair icon? Ik vind Sienna Miller altijd heel leuk. Ja, maar jij hebt haar haar in principe. Dus... Hebben we het toch weer goed voor elkaar? Ja, zeker. Wij zijn van die treurige types die altijd zoeken naar onze celebrity twin. Noem me maar treurig. Shay Mitchell en Ashley Benson. Precies zo'n leuke brownie en blondie. Dan doen we altijd zo vrij dat zijn, maar dan iets minder fabulous. Ze had laatst ook roze haar, net als jij laatst. Ja, ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet. Wil ik ooit nog onder de douche als ik zie wat jij met mijn haar hebt gedaan? Ja, lijkt me voor ons allen wel prettig, maar wat je eigenlijk doet is je klemt de tang. Met een centimeter aan de onderkant laat je vrij. Dan rol je hem gewoon op. Maar ik rol het niet helemaal tot boven, maar een beetje tot hier. Zodat je hier gewoon lekker volume kunt maken zelf. Maar je kunt hem toch überhaupt nu niet oprollen bij mij? Ik heb bijna geen haar. Ja, dat kan wel. Ik laat de puntjes trouwens een beetje recht, want dan is het iets nonchalanter. Heeft de dikte van de krultang nog... Ja. Is die belangrijk? Ja, die is ook wel belangrijk, omdat die bepaalt hoe grof de krul wordt. Dus een hele dunne krultang zorgt ervoor dat je veel kleinere krulletjes hebt. Waardoor je ook maar zou dat niet handiger kunnen zijn met mijn korte haar? Zou wel kunnen inderdaad. Maar ik vind het zelf mooier als het een beetje beachy is. En iets meer Alexa-achtig. Dus daarom heb ik daar niet voor gekozen. En nu ga ik eigenlijk, nu het erin zit, gewoon een beetje losse plukjes pakken. En die nog even individueel krullen. Gewoon voor een beetje speelseffect. Kan ik een heel klein dutje doen? Ja. Ik vind het best lekker als je aan mijn haar zit. Ja, hè? Ja, is toch het allerlekkerste ever. Ik heb alles gekruld nu. En nu ga ik eigenlijk gewoon even de plukjes een beetje verdelen. En er een texturizing spray in doen. En dan is het al klaar. Zo makkelijk. Texturizing spray. Texturizing spray. Spray, spray, spray. Kunnen we nog in een band? Oh, is nooit te laat. Ik haal eigenlijk de krullen nu een klein beetje uit elkaar. Zodat ze leuk in elkaar overlopen. En iets minder een perfecte krultang zijn. Je wil gewoon niet dat je ziet hoe die krultang in het haar heeft gezeten, zeg maar. Nu ga ik een texturizing spray doen, wat een beetje qua textuur het midden houdt tussen een droog shampoo en een haarlak. Dus het is een hele fijne poeder, maar niet zo stug als een droog shampoo. Moet jij nu geen aanwijzingen geven dat ik mijn ogen dicht moet of zo?
doe je ogen maar even dicht, vet. Ik spray het eigenlijk vooral bij de haar aanzet, zodat die lekker een beetje gelift wordt. En vanaf de onderkant een beetje in de krul, zodat die wat extra bounce krijgt. Je ziet hier ook goed dat ze allemaal verschillende kanten op gekruld zijn. Dus het gaat heel leuk met elkaar spelen. Hoe rond je het af? Eigenlijk met de voorste plukjes. Ik doe daar altijd een beetje van die spray in, wat er nu al in zit. En dan ga je eigenlijk een beetje, ik noem het knisperen, tussen je vingers een beetje het haar wrijven. Dan wordt het iets stugger en gaat het wat meer bewegen. Ik denk altijd, hoe hoger het haar, hoe dichter bij de hemel. Is dat een quote van Dolly? Zou zomaar kunnen, ja. Dolly is toch een fantastisch mens. Tada! En dit was hem. Hoe je in een paar minuten met hele simpele tools een soort Alexa-lookje maakt. En hoe je dus je korte haar iets speelser kunt stylen als je dat leuk vindt. Ik vind het super mooi. Ja? En ik heb helemaal zin om gewoon te gaan dansen. Omdat je haar danst. Ja? Dat is fijn om in mensen los te kunnen maken. Moeten we dit nog een keer doen? Dit en een klein highlightertje. Wat ik allemaal al niet van jou geleerd heb, vet in het leven. Dit was de video die jullie allemaal request hadden. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dat jullie deze look ook gaan proberen na te maken. Dus stuur me dan zeker even wat berichten op Insta. En verder natuurlijk, ja, is er ooit zoiets als te veel Kim? Ik denk niet. Dus als er nog iets is wat je van ons wil zien, laat het even weten in de comments hieronder. En dan gaan we aan de slag. Ik zou wel graag een make-up tutorialtje van. Oké. Laat mij een comment achter. Ja, zal ik doen. Doei! Doei!